Zoals veel westerse samenlevingen, wordt de Nederlandse samenleving gekenmerkt door genderrol-segregatie. Mannen werken bijvoorbeeld vaker fulltime en zorgen daarmee voor het brood op de plank, terwijl vrouwen vaker parttime werken en de zorg voor de kinderen op zich nemen. Genderrol-segregatie is ook zichtbaar in de school- en werkloopbanen van mannen en vrouwen. Zo zijn mannen oververtegenwoordigd in sectoren zoals de bouw, wiskunde en natuurkunde, en zo zijn vrouwen oververtegenwoordigd in de zorg, het basisonderwijs en in talen. Die segregatie in rollen is ook te zien op middelbare scholen. In onder andere de verdeling van docenten over verschillende vakken. Zo is ongeveer 70% van de docenten natuurkunde en wiskunde man, terwijl zo'n 70% van de docenten in de talen vrouw is. De rollen die mannen en vrouwen innemen in de maatschappij en in de school bevestigen en versterken genderstereotypen. En genderstereotypen kunnen op hun beurt allerlei gevolgen hebben. In mijn promotieonderzoek onderzocht ik de rol van het geslacht van docenten en genderstereotypen in cijfers die jongens en meisjes op de middelbare school halen. De onderzoeksvraag die centraal staat in mijn proefschrift is: Maakt het geslacht van een docent uit voor de prestaties van leerlingen? En wat is de rol van genderstereotypen in deze relatie? Om die vraag te beantwoorden voerde ik in vier jaar tijd vier verschillende studies uit. Dat deed ik niet alleen, maar in samenwerking met mijn collega's uit zowel de bestuurskunde. Als de pedagogiek. Samen keken wij naar waar, wanneer en hoe het geslacht van een docent effect kan hebben op de prestaties van leerlingen. In iedere studie zochten we antwoorden in de rol van genderstereotypen. Studie 1 Waar en wanneer. Uit vorig onderzoek blijkt dat het geslacht van een docent effect kan hebben op de cijfers van leerlingen. Positieve effecten worden we vooral gevonden in het geval van leerling-docent gendercongruentie. Dit betekent dat wanneer een docent en een leerling hetzelfde geslacht hebben, de leerling beter presteert. Zo laat vorig onderzoek zien dat meisjes betere cijfers halen met vrouwelijke docenten in het vak wiskunde. Deze effecten zijn nog niet zo vaak onderzocht voor jongens en in andere vakken. In de onderzoeken binnen mijn proefschrift kijk ik daarom naar de prestaties van meisjes en naar die van jongens in het vak wiskunde, maar ook in de vakken Nederlands, Natuurkunde en Frans. Op basis van genderstereotypen verwachten we dat de leerling-docent gendercongruentie in betere prestaties resulteert voor jongens en meisjes in andere vakken. Genderstereotypen zijn sociale ideeën over mannen en vrouwen en jongens en meisjes. Genderstereotypen beschrijven jongens als van nature goed in wiskunde en natuurkunde en minder goed in talen. En genderstereotypen beschrijven meisjes als goed in talen maar minder goed in wiskunde en natuurkunde. Vooral negatieve genderstereotypen, de genderstereotypen die beschrijven dat je ergens slecht in bent vanwege je geslacht, kunnen hun weerslag hebben op prestaties. Als gevolg daarvan kan de rol van geslacht belangrijk zijn voor meisjes in de vakken wiskunde en natuurkunde en voor jongens in de vakken Nederlands en Frans. Met de eerste onderzoeksvraag nemen we de proef op de som. Halen meisjes met een vrouwelijke docent betere cijfers in wiskunde en natuurkunde en halen jongens met een mannelijke docent betere cijfers in Nederlands en Frans? Om die vraag te kunnen beantwoorden, verzamelden we leerlingadministratiedata van middelbare scholen in heel Nederland. Dit leverde informatie op over meer dan 50.000 leerlingen en hun docenten. De analyses van deze data bevestigen wat we verwachten. Meisjes haalden ongeveer 1 tiende hogere cijfers met vrouwelijke docenten in natuurkunde en wiskunde, maar niet in Nederlands en Frans. En jongens haalden ongeveer 1 tiende hoger met mannelijke docenten in Nederlands en Frans, maar niet in wiskunde en natuurkunde. Vervolgens onderzochten we deze effecten voor verschillende groepen leerlingen. We vroegen ons af, wat is de rol van opleidingsniveau, religiositeit en de locatie van een school in de relatie tussen leerling-docent gendercongruentie en de prestaties van leerlingen? Op basis van vorig onderzoek verwachten we dat op lagere schoolniveaus, op religieuze scholen en op scholen in minder drukke regio's, genderstereotypen een sterkere rol spelen en dat daardoor het hebben van een docent van hetzelfde geslacht belangrijker zou kunnen zijn. De bevindingen met betrekking tot deze vraag schoten alle kanten op. Zo haalden op de ene school leerlingen met een docent van hetzelfde geslacht betere cijfers, terwijl leerlingen op een andere school juist slechtere cijfers haalden met een docent van hetzelfde geslacht. Een patroon in al die on effecten ontbreekt. En een duidelijke conclusie kunnen we dus niet trekken. Wat we kunnen stellen op basis van de eerste studie is dat over het algemeen leerlingen het iets beter doen met een docent van hetzelfde geslacht in een vak waarin zij negatief gegenderstereotypeerd worden. Maar dat dit niet hoeft te gelden voor iedere individuele groep leerlingen. En dat resulteert in de volgende vraag: hoe komen die effecten van het geslacht van docenten dan tot stand? Studie 2, 3 en 4. Om meer inzicht te krijgen in deze hoe-vraag, zoomen we in op de leerling-docent-relatie. Op basis van vorig onderzoek stelden we mechanismen op die beschrijven hoe het geslacht van een docent door middel van psychologische processen omtrent genderstereotypen in leerlingen en docenten kunnen resulteren in verschillende prestaties. In de eerste twee studies namen we het perspectief van de leerling. In de laatste studie namen we het perspectief van de docent. Het mechanisme wat we vanuit het perspectief van de leerling bedachten werkt als volgt. Het geslacht van een docent kan als bewijs dienen voor of tegen een genderstereotype. Zo kan bijvoorbeeld een vrouwelijke docent wiskunde dienen als bewijs tegen het genderstereotype dat vrouwen slecht zijn in wiskunde. Als gevolg daarvan kunnen genderstereotypen in leerlingen afnemen, in het bijzonder die van meisjes. Daardoor kan het zelfvertrouwen van die leerlingen toenemen en met meer zelfvertrouwen presteren leerlingen beter. Studie 2 In studie 2 bekeken we het eerste deel van het mechanisme. We lieten leerlingen een tekst lezen die in de helft van de gevallen over een vrouwelijke wiskundedocent ging en in de andere helft van de gevallen over een mannelijke wiskundedocent ging. Na het lezen van de tekst vroegen we de leerlingen hun reactie te geven op stellingen over genderstereotypen en zelfvertrouwen in wiskunde. We vonden een paar belangrijke genderverschillen. Zo hadden jongens sterkere genderstereotypen en meer zelfvertrouwen in wiskunde dan meisjes. Voor zowel jongens als meisjes gold dat zij meer zelfvertrouwen rapporteerden na het lezen van een tekst over een vrouwelijke wiskundedocent. Maar we vonden geen bewijs voor ons mechanisme. Jongens en meisjes lijken dus meer zelfvertrouwen te krijgen door een vrouwelijke wiskundedocent, maar niet door de rol van genderstereotypen. Studie 3. In studie 3 testen we het hele mechanisme. Tijdens huisbezoeken bij gezinnen stelden we vragen aan de kinderen over hun prestaties op school. Hun zelfvertrouwen, hun genderstereotypen en het geslacht van hun docenten. Op basis van deze informatie konden we het mechanisme testen in het vak wiskunde en Nederlands voor jongens en meisjes. Wederom vonden we opvallende genderverschillen. Zo hadden meisjes hogere cijfers in wiskunde, maar minder zelfvertrouwen in het vak. Daarnaast vonden we dat het hebben van zelfvertrouwen vaak resulteert in betere prestaties, behalve voor jongens in het vak wiskunde. Zij hebben altijd zelfvertrouwen in wiskunde. Ondanks hun prestaties in het vak. We vonden wederom geen bewijs voor ons mechanisme. Maar we vonden wel, in tegenstelling tot wat we verwachtten, dat jongens het slechter deden met de mannelijke docent in het vak Nederlands. We vonden ook dat deze jongens sterkere genderstereotypen hadden en dat het samenhing met minder zelfvertrouwen en slechtere prestaties in Nederlands. Maar de stereotypen van jongens werden niet beïnvloed door het geslacht van hun docent. Studie 4. In de laatste studie namen we het perspectief van de docent. We onderzochten een zogenaamde genderbias in het nakijken van docenten in opleiding in de vakken wiskunde en Nederlands. We deden dat door docenten in opleiding een eerder gemaakte toets na te laten kijken. De namen boven die toetsen hadden we gemanipuleerd. Als gevolg daarvan waren de toetsen van jongens en meisjes van dezelfde kwaliteit. Een verschil in de beoordeling van jongens en meisjes zou dus niet kunnen liggen aan de kwaliteit van de antwoorden op de toetsen. Maar aan genderbias in het nakijkgedrag van de docent. We bedachten weer een mechanisme om dit gender te kunnen verklaren. Wij verwachten dat vrouwelijke docenten wiskunde en mannelijke docenten Nederlands minder sterke genderstereotypen hebben omdat zij een persoonlijke ervaring hebben die indruist tegen het genderstereotype. Wij verwachten dat die minder sterke genderstereotypen zich vertalen in gelijke verwachtingen van jongens en meisjes. En die gelijke verwachtingen zouden kunnen resulteren in minder sterke gender grading bias. In dit laatste onderzoek vonden we dat docenten wiskunde en Nederlands in opleiding jongens en meisjes over het algemeen gelijk beoordelen. Maar we vonden ook grote individuele verschillen waarin sommige docenten tot wel twee punten meer gaven aan jongens of aan meisjes, terwijl de kwaliteit van de antwoorden van jongens en meisjes gelijk was. Deze individuele verschillen werden verklaard door docenten hun verwachtingen van het talent dat jongens en meisjes hebben in hun vak. Als een docent verwacht dat jongens meer talent hebben in hun vak, dan gaven zij jongens meer punten voor hun antwoorden dan meisjes. Hetzelfde gold voor meisjes. Verder vonden we dat de genderstereotypen van vrouwelijke wiskundedocenten en mannelijke docenten Nederlands minder sterk zijn dan die van mannelijke docenten wiskunde en vrouwelijke docenten Nederlands. In het vak wiskunde vertaalden die minder sterke genderstereotypen zich in meer gelijke verwachtingen van jongens en meisjes en minder genderbias in het nakijken. In het vak wiskunde vonden we dus bewijs voor ons mechanisme. Maar in het vak Nederlands vonden we geen bewijs voor het mechanisme. In deze laatste studie vonden we dus wel bewijs voor de rol van genderstereotypen in de cijfers van leerlingen, maar alleen in het vak wiskunde. In dit vak kunnen docenten hun genderstereotype verwachtingen van jongens en meisjes beïnvloeden. En die kunnen zich vertalen in genderbias en nakijkgedrag. Dan is het tijd om terug te keren naar de hoofdvraag van mijn promotieonderzoek. Maakt het geslacht van een docent uit voor de prestaties van leerlingen en wat is de rol van genderstereotypen in deze relatie? In het kort vonden we dat over het algemeen meisjes het iets beter doen met een vrouwelijke docent en dat jongens het iets beter doen met een mannelijke docent in vakken waarin zij negatief gegenderstereotypeerd worden. Maar. Dat dit niet geldt voor alle groepen individuele leerlingen. De rol van genderstereotypen lijkt vooral weggelegd te zijn in het perspectief van de docent. Ondanks dat leerlingen hun genderstereotype prestaties kunnen beïnvloeden, lijken genderstereotypen niet beïnvloed te worden door het geslacht van een docent. Genderstereotypen van docenten daarentegen kunnen samenhangen met het geslacht van docenten en kunnen het nakijkgedrag van docenten beïnvloeden. Dit proefschrift heeft daarmee belangrijke implicaties voor onderzoek naar de rol van gender en genderstereotypen in het onderwijs, maar ook voor de onderwijspraktijk. Ik sluit af met de drie belangrijkste. Het nastreven van gelijke vertegenwoordiging van mannelijke en vrouwelijke docenten in vakken waarin genderstereotypen een rol spelen, kan positieve effecten hebben op de prestaties van leerlingen. Genderstereotypen in docenten kunnen zich vertalen in een genderbias in verwachtingen en gedragingen naar jongens en meisjes. Het vergroten van bewustwording over de rol van genderstereotypen kan bijdragen aan de professionalisering van docenten. En tot slot, dit proefschrift zet vraagtekens bij de objectiviteit van cijfers. Zijn cijfers een objectieve maat van leerlingprestaties als in de totstandkoming van cijfers het geslacht van docenten en genderstereotypen van docenten een rol kunnen spelen?